Ja, onze enige Brabantse vrouwelijke troef op het WK. Ja. Voel jij de druk op je schouders? Nee, eigenlijk helemaal niet. En dat komt vooral, ik heb er gewoon heel veel zin in. En ja, ik ga gewoon mijn best doen en dat gaat helemaal goed komen. Maar ik neem aan dat je verwachtingen hebt. Wel en niet eigenlijk. Want het seizoen is nog niet helemaal verlopen zoals ik wilde. Dus dat is aan de ene kant wel echt balen. Maar daarom heb ik juist extra veel zin om dit weekend te fietsen. En dat ik het eigenlijk wel zie. Het komt zoals het komt. Zeg maar. Je bent gebrand op een goede prestatie. Ja, ja, zeker, zeker. Maar ben je in vorm? Ja, ik ben in vorm. Normaal ben ik mentaal redelijk zwak, zeg maar. En daar heb ik heel veel aan gewerkt. Dus ja, en dat is eigenlijk voor mij op dit moment het belangrijkste. En dat is op dit moment goed. Dus ja. Maar wij zien natuurlijk graag een Brabantse vrouw op het podium straks. Ja. Hoe schat jij die kans in? Het zal moeilijk worden, podiumplek. Dus, maar het is, zodra je in de finale komt, is het eigenlijk alles of niks. Dus je maakt gewoon, ja, je maakt gewoon kans. Het is echt een momentopname, hè? Dat is natuurlijk altijd het geval bij het BMX'en. Ja, dat klopt inderdaad. Moment van de dag, de vorm van de dag. Ja, ja, alles moet bij elkaar passen die dag. En ja, het moet kloppen. Als we even kijken naar de baan in Ahoy, dus indoor, wat vind je ervan? Ja, in het begin dacht ik wel even van want ik ben normaal wel echt van de buitenbanen. Maar nadat ik de baan zie is het echt, dat is echt gaaf. Het ziet er goed uit. Heel compact, hè? Ja, het is klein. Het is inderdaad gewoon, de eerste bult is klein en normaal ligt er een gat in en nu is het echt een bult. Dus het is wel anders, maar dat maakt het ook wel leuk. Een keer weer iets anders. En 2K in eigen land lijkt me ook een bijzondere ervaring. Ja, dat kun je je niet voorstellen, denk ik. Ik denk als wij dadelijk als Nederlander aan het starthek staan. Ja, dus de sfeer. Ik denk dat dat zoveel met je doet dat je daardoor ook echt beter gaat fietsen. Dat is echt, kun je niet voorstellen. Wat verwacht jij, zoals bij het voetballen, bij het hockey, heel veel mensen in oranje die tekeer gaan? Ja, ik denk als wij Nederlanders aan het starthek staan, echt heel die zaal helemaal losgaat. Dat denk ik echt. Ja. Is goed voor jouw sport, denk ik, hè, zo'n WK in eigen land. Ja, ja, want het is natuurlijk, BMX staat niet zo groot op de kaart natuurlijk. En dit maakt het groter en dat hebben wij als sport wel echt nodig.